Hallo vriendelijke vrienden van het goede leven, daar was ik weer met een gloednieuwe stream. Leuk dat jullie er vandaag weer allemaal bij zijn. Ik zie dat we gewoon 96 verse kijkers hier hebben om 11:50. Ik weet het, jullie gaan natuurlijk allemaal op mijn schelden, Saar. Dit is legendarisch laat, maar ik heb het niet verteld aan jullie. Maar ik had vandaag een preview eventje en ik mocht een nieuwe game spelen. Tenminste, een game die nog niet uit is. Er zit een embargo op, dus ik weet eigenlijk niet eens of ik wel mag vertellen welke game het is. Dus laat ik dat maar niet doen. Maar ik had een presentatie en daarna mocht ik het spel spelen. Ik heb het ook opgenomen, dus wellicht dat jullie het snel wel gaan zien. Alleen, het liep heel erg uit. Ik dacht dat het een preview van een half uurtje was wat ik mocht spelen. Maar in die end heb ik van 8 tot 11 gespeeld. Dus dat liep een klein beetje uit. En toen ben ik nooit meer aan streamen toegekomen. Maar goed, met mijn laatste energie wel gaan we alsnog een lekker streampje droppen. We gaan Fable 2 spelen. We gaan in ieder geval een begin maken aan Fable 2. En ik wil nog eventjes laten zien wat ik aan heb vandaag. Want dit is van Huisfilosoof van de postbus. Ik heb hem aangetrokken. Ik heb verse oksels, dus ik kan hem aandoen vandaag. Ik vind hem echt super nice. Dank jullie wel daarvoor nog, want ik had vernomen dat Shelly en Papi ook hadden geholpen met de keuze. Ik vind hem echt super leuk. Ik zie helemaal geen oksel, nee, je ziet het ook helemaal niet. Ik had hem best gewoon de vorige stream ook aan kunnen doen. Een event in coronatijd, doe maar. Nou, het was gewoon vanuit huis, dus alles was digitaal. En er was iemand die iets ging vertellen over de game en... Alle creators over de hele wereld zaten in een soort chatbox. En dan kon je vragen stellen. En daarna mocht je de game spelen. Dus dat was wel heel erg sick. Zo gaat dat tegenwoordig. Maar ja, ik zit gewoon vanuit huis te spelen. En ik dacht, ik maak de opname wel in 1 keer af. Alleen de opname duurde 3 uur. Dus, en ik dacht dat het een half uurtje zou duren. Dus vandaar dat ik nu zoveel later ben. Maar ik ga het sowieso compenseren door deze week ook een middagstreampje te doen. En als je het schema volgt in de Discord, dan weet je dat er op zondag ook een stream is. Want dan is er een groot Korok Mario Kart toernooi. Team Koroks, dat is mijn streamteam. En ze gaan allemaal meedoen met het Mario Kart toernooitje. En we gaan kijken welke streamer de beste racer is van Twitch NL. Of in ieder geval van Team Koroks. Dat is van 8 tot 10, als ik het goed heb. Ja, op zondag. Dus ja, dat wordt ook hartstikke leuk. Oh, Chips, even een week afbellen dan. Wacht, je hele week afbellen? Avontuur! Jeetje, dankjewel voor dat suppie. Hij doet het alleen niet. Wacht. Het stond ook niet aan. Merch alerts. De alle alerts stonden niet aan. Tenminste, het oogje stond niet aan. Let me check. Het is weer niet zo'n avond vol glitches, zei ik. Tot 11:50. Ik heb geen zin om dat te fixen. Halve streamstuk. Activiteitenfeed. Hij doet het wel. Ik denk misschien omdat hij even uitstond met het oogje. Dat hij daardoor niet deed. Mesh, postbus, Guizen, Minecraft, Morshekje hiepen voor zondag en alweer 4 maanden hierop. Hij doet het wel. En de bot die doet het als het goed is ook. Ja, die staat connected. Hey Inge, leuk dat jullie er allemaal zijn joh. Ik zie allemaal leuke mensen. Leootje. Papi natuurlijk, Stevie, Mickey, Alice, Stijntje, Sivago, Jelly zegt hey Saarnchat en hey Hasselt. En hey Brian en Gio en Anna. En Alice, die moet alweer gaan slapen. Dat snap ik, het is ook al best wel laat. Maar wij gaan gewoon vanavond of vannacht nog eventjes gamen. Dus voor de mensen die wel nacht kunnen braken, je bent hier op het juiste adres. Ik heb wel echt super erg dorst en ik heb nog geen drinken gepakt. Ik heb die halve preview zonder drinken geleefd. Waar is... Ik heb mijn ruimte opgeruimd. Oh, daar staan ze. Beetje zo'n heese stem. Ruben klinkt ziek. Is er iets mis met Ruben vandaag? All night long. Nee. Ik dacht misschien dat ik morgen of overmorgen ook in de middag ga streamen. Dat ik sowieso 2 streams doe. Dus als die nu een beetje kort is, dan wordt dat sowieso gecompenseerd. Het was leuk wachten, maar ik moet gaan. Slaap lekker, hangstoel. Let's go, Fable 2, back to my youth. Nice. Nice. Oké, dit is wel oud water. En in de praktijk moet ik geen oud water drinken. Dus ik ga hem heel even
refreshen. Capsones, joh. Papi, wat is dit nou weer? Hey, Saar, kom je misschien uit Tenesse, want jij bent de enige Ten IC. Wacht. Hier is het te laat voor, hoor. Jeetje. Heb je planten in je slaapkamer? Nee, die gaan toch alleen maar dood. Ik heb geen planten in mijn slaapkamer. Vincent en Vuurangel en Reggie, dank jullie wel voor jullie follows. En Skippy, dank je wel voor je follow. Ik heb verf mijn haar, ja, Dreun. Ik ben eigenlijk blond. Zullen we gewoon snel gaan beginnen? Tenzij je nog iets heel bijzonders hebt te vertellen. Anders dan ga ik gewoon de gameplay starten, want ik ben wel benieuwd. We hebben nu de vorige stream ook al gezegd dat we Fable gingen spelen. Toen kwam het er ook niet van. Wat zit er in mijn haar? Wat is dit? Uitroepteken rood haar. Hey, Jaylee. Wat was het ding met het roze haar? Ja, wat was het ding met het roze haar? Misschien komt dat nog, Sven. Volg jullie mij al op Instagram, want anders weet je niet eens waar Sven het over heeft. Vorige stream super lang wachten voor Fable 2, maar nee, ja, toen ging het heel het over de post natuurlijk, hoor. Maar vandaag gaan we het wel spelen. Slaap lekker, Lien. Superleuk dat je er toch nog eventjes was. En Just Pelle, dankjewel voor die follow. Oké, gelukkig. De alert doet het. Senior! Ik was even bang dat de alert het niet deed. Senior, dankjewel wat voor dat vliegt subie. De tijd zegt lekker confronterend die submanden. Ook vanavond weer heerlijk mijn nachtrit met de prullenbak in. Altijd op Sleepshow ook zijn loven. Het gaat lekker, Ipster. Mag ik ook depjes en flexjes in de chat voor onze senior? Dankjewel voor dat subje. Je bent het 282ste subje. En Dolfijn, dankjewel voor die follow. De post was ook super nice. Ik heb genoten van de postbestream. Wederom weer. De Xbox moet ik even aanzetten. Ik ben heel snel live gegaan, dus ik heb me niet zo goed voorbereid. Hey Mart. How are you? Hey, Melksnorretje is er ook gewoon gezellig bij. Ik hoor de Xbox al opstarten. Dan gaan we dit even uitdoen. En zo, dat hoor je een beetje door mijn mic heen. Die trilling van mijn Xbox. Tenminste, ik hoor het voornamelijk heel erg. Ik heb geen Xbox Transition, dus dan maar de PlayStation. Zo, ja. Melksnorretje, dat klinkt inderdaad super schattig. Ik heb altijd melksnor als ik melk drink. Overigens, überhaupt als ik eet. Mijn hele bek zit eronder als ik eet of drink. Je hebt een nieuwe trui aan, natuurlijk. Natuurlijk heb ik de nieuwe trui aan. Als ik zulke mooie spullen van jullie krijg, dan moet ik het wel aandoen. Fable. Let's go. Dan moet ik even de game aanpassen. Fable. Fable 2. Ik heb nog... Ja, ik wilde zeggen, ik heb nog nooit een Fable gespeeld. Ik heb alleen de eerste Fable gespeeld. En die heb ik niet uitgespeeld. Dus ik ben benieuwd hoe dit vandaag gaat zijn. Staat dit ook op Game Pass, Rolo? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat hij best wel hard staat, want dat is nog van mijn opname. Beetje zachter, een beetje zo. Zo. We kunnen beginnen.
Waarom zit ik met een PlayStation controller? Dat gaat je niet verder helpen, Sar. Fable 2. Oh, wow. Wow, dat ging snel. Downloadable content. Dat heb ik niet. Subtitles. On. Nieuw game. Kan je kort uitleggen waar dit spel over gaat? Of komen we er gaandeweg achter? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het zelf ook niet zo goed weet nog. But who is the hero of our tale? Ik weet dat je wel keuzes kunt maken en kunt trouwen. En dat het een van de eerste games is waarin je character slecht of goed kunt worden. Dus dat je bepaalde richting op kunt gaan met je character. Dat leek me altijd heel ziek aan Fable. Maar ik weet niet in hoeverre dat vandaag de dag natuurlijk verouderd is. En of het nog tof is. Dus dat gaan we zien. Ik ben een meisje. Then let her destiny unfold. Is de winnaar al bekend? Nee, moet ik ook nog beslissen. Dus je kunt nog last minute meedoen aan Little Nightmares. Ik heb nog geen winnaar bekendgemaakt. Misschien dat ik dat morgen maar even doe, want het is nu wel heel erg laat. Ben ik niet meer aan toegekomen. Maar als ik zeg dat er iemand Little Nightmares 2 gaat winnen, dan is dat zo. Ik zorg dat het er morgen op staat. En dus wil je weten wie er gewonnen heeft, uitroepteken Instagram, wordt er helemaal op de hoogte gesteld. There we go. Filmpje, dus ik kan even een slokje water nemen. Vette muziek wel. Lekker, Kim. Dat is een heel leuk spel, Little Nightmares. Bandai Namco was tevreden over ons. Kelle, dankjewel voor je follow. Fable 1 is ook heel lang geleden voor mij, guys. Dus ik kan er eigenlijk niet zo heel veel over vertellen. Ik ga er ook helemaal blanco in. Oh, ja. Well, I hear that's lucky. Like finding a four-leaf clover. Although I think I prefer the clover. Oh, look, little sparrow. Castle Fairfax looks so nice in the snow. Imagine the grand dining hall. I bet Lord Lucien's having roast duck this time of year. But he must be really lonely since his wife and his little girl died. Oh. In that big castle, all by himself. If only we could live there. Ik ben benieuwd, Kim. Hoe je het gaat vinden uiteindelijk. Over there? Come with me, sis. Je kunt nog steeds meedoen aan de winactie, want ik moet de winnaar, om eerlijk te zijn, nog kiezen. Hello there, young Rose. Hallo. I am. Have you reconsidered my offer? Wat ik wel dus weet, is dat je dus slecht kunt worden door slechte keuzes en goed kunt worden in dit spel. Ik vond ze vroeger altijd wel heel leuk uitzien. That filthy creep. I hate him. Oh. Hoe lang zou dit spel zijn? Tijn gaat dat vast voor mij opzoeken. Ladies and a gentleman. Nee, ik heb het spel ook hoor, dus het heeft geen zin. Accumulating wondrous and mysterious objects, which I now offer to you for the modest price of 5 gold. Dat is een oplichter. Consider this. This is truly a magical mirror. Een evolutie playthrough. Ik heb het nog nooit gespeeld, maar misschien word ik wel evil. En dat klinkt wel spannend. Now, just remember the magic. Neutraal saai. If you look at it in complete darkness. Ah, now this is truly a marvel.
Moet blijven kijken. This small, unassuming box is actually a device created by the ancients. As you Charles van Evil, ik ben een boze vrouw. Turn the handle 3 times and you shall be granted. Hoe gaat het met Oxy? Al een tijdje niet gesproken. There's no such thing as magic. The smell. We live in grim times indeed. If the young are too world weary to believe in magic. Most ja, is goed zijn het moeilijkste in het spel? Look, Evil is het makkelijkst. Klinkt als de weg, de makkelijke weg, is de weg die ik wil bewandelen. That's what the seller thinks. He has no idea what he stumbled upon. But you have an inkling, don't you? Some part of you wants to believe it's magic. Ik vind de setting nu al wel heel erg leuk. You really think it could be? For 5 gold coins, you could have your answer. Ja, dat is echt veel geld. Listen to me, Rose. At the end of that week, you same in real life would be no closer to your dream. No closer to the inside of that beautiful castle. Heb je gordijnen gestoomd? Dat vind je echt alleen maar leuk als je volwassen bent. And maybe this could be a way out of here after all. Dus als je blij bent met de aankoop van een stofzuiger of wasmachine. Come on. De klok achter Saar verneukt de sfeer. Houd je bek, papi. Ik heb zoveel moeite gedaan om hem überhaupt weer op te kunnen hangen. Oké, we moeten gold pieces vinden. Anders krijgen we geen antwoorden van die vrouw. Ligt dat die kip oppakken? Waarom is die kip paars? Even kijken. Oeh! Ik kan toch ook gewoon dat ding klappen en dan hebben we toch gewoon eten en dan kunnen we... Wat is dit? Oh, dat kan ik schieten. Oké. Het ziet er nog verdraaid goed uit voor een game van 13 jaar oud. Ja, ik vind het ook... Het speelt wel oud. En verouderd. Maar ik vind het er wel mooi uitzien nog. Laat die kip met rust. Saar gaat meteen voor Evil. Wat een vrouw, hè. Maar dan hebben we gewoon eten. Dat is toch gewoon praktisch. Kijk. Oh, kan ik dit? Kan ik oppakken? Geef die kleuren aan of je een Evil actie doet. Dus dat het, als het groen is, dat het goed is. En als het dan rood is, dat het dan bijvoorbeeld Evil is. Ik heb dus vandaag een stomer gekocht en ik ben helemaal excited om letterlijk alles te stomen. Stoom mij, Oxy. Nee, ik weet... Ik heb nog nooit iets bij een stomer gevoeld. Of ik heb nog nooit een stomer willen hebben. Hoe voelt dat? Is dat duur überhaupt? Is dat duur? Kick the chicken! Ik ga dat gewoon doen. Ik wil dit even pakken trouwens. Ik heb er nu alleen niet in gelezen. Kan ik die items ergens... zien. Kijk, items. Boek. Ik speel dit op de Xbox 360. Ik heb geen Xbox One. Ik heb een 360 aangeschaft, zodat ik allemaal oude games kan spelen die ik vroeger niet heb gespeeld. Nou, en dit is er één van. Oh, hier. 1 ster heeft het maar. Oh, maar ik was nog niet klaar. Ik wil meer lezen. Het gaat over de winter. Oké, dit is allemaal backlog. Of backstory bedoel ik. 16 euro maar voor een stomer. Maar het helpt enorm goed tegen allergieën en is enorm handig voor gordijnen en blousjes. In plaats van te strijken. Ik vind strijken zo naar. Ik strijk bijna nooit. Oh! Oh, dat vond ik wel een beetje zielig. Nog een keer. Ik denk dat die sterretjes aangeven waar we heen moeten. Nee, ik koop gewoon heel veel kleding die je niet hoeft te strijken. Ik strijk wel, als het moet. Illy, dankjewel voor je follow. Hoi, kom hier. Come here a minute. Ja, ik ben er. Hallo Derek. Lose something?
My arrest warrant. Ooh. Blew right out of my hands. Earn a gold coin. They could be in all corners of Bowerstone by now. The warrants blew off in that direction. Through the alley by that bloke with the picture box. Oké. Ik wil als een goldcoin verdienen. Moet eigenlijk de tekst wel lezen, want anders weet ik niet wat ik wil kiezen. Nu heb ik het geskipt. Nou, dit wil ik ook wel doen. Gaan we een foto maken. Now all you have to do is strike a pose for my little device. Is goed. You'll be positively betwaddled by the results. Harold, dankjewel voor je follow. Oh, yes, I've been improving. En Robbie, thanks voor die follow. With a wonderful book bought from Mergo the Trader. A thesaurus. He's a bit silly, isn't he? But now, let's make the photo. He takes us for fools. Oh, ik doe dit. Ik ben sterk. Did it! Ik zie er echt raar uit. Besef even, heb ik nou in ieder geval een naveltruitje aan? Of lijkt dat zo? Ja, ik heb Fable 1 op Steam. Maar ik kon daar niet zo goed meer doorheen komen. Dus ik dacht, ik ga Fable 2 spelen. Oké, we hebben 1 gold piece nu. Oh, nee, niet de hond! Poochie. Does it nee! Hurt? Nee! Zo, ik ga hem echt kapot maken. Having a bit of fun. Kan ik... What's it to you? Zo! Wajoo! Dat is echt laf. Yeah, and now I'm gonna hit another one. Are you sure about this? Go on. Oh, wacht. That'll show. Zo. Stop it! Leave me alone, you. Ik wil het hondje aaien. Ik wil het hondje aaien. Wat kun jij geweldig goed Engels, Zaar. I know, right? I'm an English pro. I speak Rotterdam's English. Ik wil dat hondje. Ik vind het niet leuk dat dat hondje zo bang kijkt. Well, poor thing. You've had a horrible time. Yeah. Don't be scared. I won't hurt nee. You. What you need is someone nee. Nice to look after you. Bloopa, dankjewel voor je follow. Oh, we can't keep you. We don't have enough food for ourselves. Jawel, ik wil hem hebben. Well, I'm sorry, but we can't. Now you just please. Rest. Ik wil hem hebben. Hij moet ook stoppen met zo piepen. Let's go. Nee, ik wil de hond meenemen. Hé, hey, ik heb 4 puntjes of zo. You performed a good deed. Oké. Okay. Ik was hier dus blijkbaar wel goed bezig. Het is gewoon een schattige hond, weet je. Weet je wie niet schattig is? Oké, okay, nee, ik ga aardig zijn vanavond. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen vandaag. Thomas Klaassen, dankjewel voor je follow ook. We moeten hierheen. Lekker een beetje questen. Ik voel dit wel. Sort of, yes. Wel nice dat dit allemaal al gewoon is ingesproken. Vroeger was dat niet per se normaal. That would be silly. Yes, silly. No one's afraid of loathsome, evil, conniving beetles. Well, since you're not afraid, how would you like to ruthlessly exterminate a few that denk are niet dat haar evil gaat zijn als ik haar zo met dit hondje zie. Nou, richting mensen wel, hoor. Done. I hope you can make them suffer. Ik moet of... Oké, ik weet wat de strekking is. Of zijn stok kapot maken, dat is evil. Of helpen met de beetles. Breaking their hateful little heads open. Try not to break any of my stuff. Ja, maar hiervan denk ik alweer van, kan je het niet gewoon lekker zelf doen? Ik kan dus... Ga ik nu slecht zijn? Of ga ik die beetles kapot maken?
Oké, ik kan twee dingen doen. Ga ik zijn stok kapot maken of ga ik die beetles? Ja, ergens voel ik wel wat. Waarom zou ik nu als een stok... Kijk, ik moet een beetje een reden hebben om slecht te zijn. Die man heeft mij niks aangedaan om nu meteen zijn stok te vernietigen. Dat vind ik dan ook weer een beetje zielig. Oh, crap. Chrissy, dank je wel voor jouw raid. Hoe was je stream? Was dit het al? 100%, ja. 100%. Yes. That was a massacre. No mercy for the filthy buggers. That's what I like to see. I didn't know you were so good at fighting. Ik ben echt een e-sporter. Ja, anders kregen we die coin ook niet. Ik heb 5 van die coins nodig. Hallo mevrouw. Oké, zijn fles is gestolen. Two sets of twins. Oh, you'll get my booze back, won't you? So you'll bring me back my bottle? Yes. Oké. No. You'll find it and bring it to me, won't you, children? Man of de vrouw? Let's find this magpie guy. Gaan we de man of de vrouw helpen? Looks like a warrant, doesn't it? Slecht zijn geeft later betere resultaten. Oké. That must be Mag... It, little sparrow. But don't wake him up. No, ik ben niet bang voor dat gesnurk. Pak de bottle. Info. Oké, ik wil het hebben. Ah, stupid Pete. Let's go collect our gold from the lady and the tramp. Ik geef het aan. Ik geef het aan die vrouw. Ik geef het aan die vrouw. Hand over the wine, little sparrow. Give me the wine. Geef Betty de wijn. Give it to me. Hij doet niet aardig. Ik voel die man niet. Hold it. There's some paper in the bottle. I think this is yours. Wat staat erop dan? Ronnie! Oké. Ronnie. I used to be an accountant. Dit is gewoon een voorproefje hoe het voelt om de verkeerde dingen te doen. Well done. Ik doe nu allemaal goede dingen. Sinds je hond voel ik mij een goed mens. Just two more and we can buy the music box. Now, let's find the rest of those warrants. Ik heb nog nooit een Fable gespeeld, dus ik weet ook echt niet hoe het verder gaat dalen. Ik heb Fable 1 op Steam, maar heb ik niet zo heel veel gespeeld. Was niet zo heel ver gekomen. Maar het leek me altijd wel heel erg leuk, vandaar dat ik het nu ook stream. Ze moet het compenseren voor de real life deeds. Nee, dan moet ik juist heel slecht spelen, want ik ben echt een goed mens. Ik ben echt aardig. Het is echt erg als je dat zo in volle overtuiging over jezelf zegt. Eens kijken of we hier terug nog iets kunnen doen. Dan misschien ook... Kan ik hier naar binnen? Het loopt wel een beetje met een... Met het lag erin. Fable 2 is dit, Sanneman. En busstop en opperdraak. Dank jullie wel voor jullie follows. Oh nee, hier waren we al geweest. Ik moet die guys vinden.
Vooral omdat je tegen jezelf liegt. Ja, maar jij bent pas een slecht mens, papi. Vergeleken met jou is iedereen goed. Jij bent echt zo'n draak. Hey, busstopje. Hoe gaat het? Ik zit iedereen met verkleinwoorden aan te spreken vanavond. Oh, dat vind ik lief, Iepster. Thank you. I love you more than words can tell. Oh, echt? Worms, Monty. Oh, haat het niet tegen mij. No. Zo ouw. Oh, Monty. Hij had het niet tegen mij. Dat was naar. Dat was naar. De fotograaf hebben we al. Oh, hè? Er stond iets in beeld. Saar kan echt slecht liegen. Oh, zo kan ik. Kijk, ik kan zien hoe hij over mij denkt. Oh, dat vind ik echt leuk. Opinion about you. Ah, ja. Hij is fearless en serieus. A loyal town guard. Mert en Venster, thanks voor jullie follows. Hebben jullie ook allemaal vakantie? Ik heb vakantie. Vandaar dat ik het ook kan permitteren om zo laat live te gaan. Hé, wat is dit? I didn't hear you. I said, your mother is an accursed cow. Nou, fuck jou. Zei hij dat tegen mij? You say something, Belinda. Oh, no, it was just a town crier, mother. Wrijf het er nou niet in, sorry jongens. Lekker druk met nieuwe mensen. Dus hij wacht gezellig inderdaad, allemaal nieuwe mensen. Can you find a happy medium? Normaal is ze nooit zo laat live. Als het niet vakantie is, ga ik altijd vroeg stoppen. Begin je woensdag met je stage? Waar ging je ook alweer stage lopen, Melksnor? Spannend. At normal volume. And what, my dearest darling, would you say to me? I'd tell you how I ache for you. Zo, ze praat al heel Make me anything you like. No, I said ache for you. Oh. Teleurstellend voor die vent. Anything you like, anything at all. Vorige week hadden de meeste van ons vakantie, daar hoorden we Saar toen ook niet over. Hé, dat vind ik hartstikke leuk voor jullie. Wat fijn dat jullie weer aan de slag kunnen. Hoe lang is dit gesprek ook? Kan ik hier niet? Kan hij niet gewoon zijn bek houden ook? Oh, wow! Kan ik? Oh, Monty. That's really kind of disgusting. I'm sorry, my love. But when you cast your spell over me, I lose my mind. Ik wil een middelvinger opsteken. Kan dat gewoon? Oh, Monty. Is that true? Dat doet hij niet. Yes. I have so much I want to say to you. To shout to you. Sing to you. Nou, dit doet hij wel. Busstop, nee, ik wilde eigenlijk om 8:30 live, maar dat ging vandaag niet helemaal goed. Oh, zo kan ik. Sometimes I can't believe we're related. Ze vindt het raar. En playful. It's okay, Sparrow. Worms, Monty. Funny. No words. Oh, Monty. Oh, ik kan farten in deze game. Oh, zo. Nice. 10 out of 10. Oh. Ik kan gewoon de ruf laten in dit spel. We moeten hierheen. 10 out of 10. Het was ook echt zo'n spetterpoepscheet. Terug hier naartoe. Ja.
looks like a warrant, doesn't it? Yeah. Info. Gaat over Leroy. Yes, another warrant. I don't think they'll miss this Leroy if they see him. Hier zijn we ook nog niet geweest. Kan ik springen? Nee. Kan ik echt niet springen? Nee, ik kan niet springen. Ik speel dit op de Xbox 360 opperdraak. Waarom zie ik soms wel die glimmende dingen in beeld? En soms niet. Welkom terug, Manon. Hoe gaat het? Hé, was er nog eentje? Hier of zo. Ja. We've got three now. Ik vind het er ook echt nog grafisch best wel goed uitzien. Het speelt niet zo lekker, maar... de meeste oude games spelen niet zo lekker. Nee, dit hebben we al gedaan. Ik moet heel hard niezen, zo. Hij komt niet. Dit stadje geeft wel een beetje Harry Potter vibes, ja. Ik heb nog twee van die blaadjes nodig. Moeten er nog twee liggen? Hier zo misschien? Nee, ook niet. Dat was gewoon CGI-vogel, toch? Hé, hey, Mario Klein. Lieverd, hoe gaat het met je? Hier? Misschien hier. Ik weet dus niet of de Fable games op Game Pass staan, guys. Volgens mij niet, namelijk. Anders had ik het daar wel op gespeeld. Hé, hey, huisfilosoof. Ik heb hem aan, hoor. Hij zit goed. Ik ben er super blij mee. Het is alleen een beetje koud nu, omdat hij helemaal open is. Ben je een Fable-fan, opperdraak? Is er niet een knop die je kan indrukken? Om die sterren weer te zien. Ja, ik ben er super blij mee. En nee, daar is niks van gelogen, jongens. Ik vind het echt leuk. Oh. Ah, oh, Mario Klein, pak er zo'n snackie bij. Pak ik er zo ook een snackie bij. Gaan we even genieten samen. De eerste Fable, denk ik. Het gaming café, maar Fable 2 ook. Ik heb hem nog niet uitgespeeld. Ja, wel op Wii U, maar... nog niet op stream. Daar wil ik even een middagstreampje ook voor doen deze week. Dat we... Dit heb ik ook al gehad. Ja, helemaal geslaagd. Ik heb de blouse ook aan op mijn nieuwe Instagram filmpje. Ik heb het meteen gebruikt. Let's go play some jokes with someone later. Huh? Oh, bij de hond ligt er nog één. Waar is die hond gebleven? Die hond was toch hier bij die groep kinderen? Hier was die hond. Was je lekker rainbow aan het... Hier ligt er nog eentje. Hoe heet deze persoon? Andrew. Only one more warrant left to find. Ik speel keep ook Minecraft busstop, maar ik ben nog bezig met mijn huis.
moet eerst even mijn huis gaan maken. In Toverland. Senior, dankjewel voor dat suppie aan X. Het is de 283ste suppie. Dankjewel daarvoor. Ik ben niet goed in Minecraft busstop. Dat ga ik wel eerlijk bekennen. Maar er wordt hier wel Minecraft gespeeld. Hier ligt de laatste. We got it. Hey, you found one for us. Good boy. Zeker. Oh, I know. You're sweet. But I told you before. Nee, hij moet mee. Ik wil hem hebben. Come on, little sparrow. Ik wil hem hebben, please. That's all the warrants. We should go back to that guard. Please. Oh, we moeten terug naar die guard. Ja, ik heb een plekje gekregen waar ik ga wonen, Melksnor. Alleen ik moet nog bouwen. Dat wil ik even een keer in de nacht doen. Zodat ik gewoon op mijn gemak kan bouwen. Zonder dat ik in de stripclub eindig. Stop right there, you little brat. In Somalië. Ik ga niet stoppen. Listen, creep. I told you no this morning. Shut it, girl. This oh, hij wilde iets vies van haar. Those warrants you're collecting. I want them. Slaap lekker, Dylan. So does our friend the guard. Yeah, but you're gonna give them to me, see? Otherwise there'll be trouble. Had je al gezien dat je eerste uur het gehaald hebben tot de thumbnail van links zijn video? Echt? Ik heb het niet gezien, avontuur. Drop even in de Discord anders. What's he paying you? A gold piece? Octo, dankjewel voor je follow. I'll give you a gold right here. Save you the walk back. Hmm. A gold's a gold, I guess. If you want the money right now, you could give him the warrants. Right. Now you're talking, girl. On the other end, he's scum. Oh, stop. You're gonna make me break down weeping. We doen het gewoon. Geld is geld. Alright. This makes up for killing those beetles. See you around, kids. Yes! Ik ben nog niet evil. I do hate him, but you're right. We've got to get our goal quickly, before someone else buys the music box. Precies. And we've got 4 gold coins. We just need one more. Hmm. Gaan hem helpen. Om niet weer die conversatie, please. Shh. Ja, ik eindigde in de stripclub in de Minecraft SMP. You again? I don't want you sniffing around my daughter. Now push off before I call the guards. Zit wat in mijn oog. Animal. Get in the house, Belinda. And clean those floors. They're as filthy as that no good delinquent Monty. Shit. We gaan schoonmaken. Speak to Monty. Oké. Hey Monty. What's up? What's the matter with you? Moeten ze liefdesbrief brengen? Straight to Belinda. Don't let her mom get it. Komt goed. Ik ga het aan die moeder geven. Dat is fucking grappig. Waar is... Kan ik er hierin? Knock on the door and let's see who answers. Ik ga het aan die moeder geven. Dat is grappig. What do you want? Oh, we've got a letter. We need one gold for the postage. Oh well, why didn't you just say so? Geef gewoon die brief aan die moeder. Come on in. Heb ik je gefopt, Snor? Wait there while ik snap het niet meer. And don't you touch ik heb anything. Het voor vanavond speciaal voor jou teruggeverfd. Oh, Monty told us not to give it to the mother. But she'll pay us if we just wait here. But then, if we give it to Belinda upstairs, maybe they can run away together. I left it here somewhere. Ik ga het aan die moeder geven, dat vind ik leuk. I don't know. You put these things somewhere so no one can find them and then you can't find them. Ah, here it is. Kijk, ze heeft het. Thank you, postgirl. En dat kwam een beetje door de toon van je berichtje. Wildgokje. Octo, dankjewel voor je follow. Where is he?
Oh, gaat ze naar buiten? Hilarious. Gaat ze hem klappen? Hey, Doxmo. We did it. We can buy the music box now. Come on, let's go buy that music box. Oké, we moeten de muziekbox kopen. Hier toch? Hier was het. Hello, children. Ik wil het hebben. Hello. We've come to buy the music. Very wise little ones. Yes. A small music box that trembles with energy at your touch. Go ahead and turn the handle, but mind you go somewhere quiet like. Let's go make our wish, little sparrow. Make a wish. Ik heb geen bueno's meer. Ik baal daarvan. Ik heb er 3 opgegeten in 3 dagen. Nice, Tuur. Ga kijken. Naar de stream. Gewoon Julian. Dankjewel voor je follow ook. Use the music box. I wish. Rookie numbers. Ja, volgens mij wordt dit best wel een toffe game. Ik weet nog niet of we er een complete playthrough van gaan doen, maar dat gaan we zien naarmate ik het vanavond leuk vind of niet. Why are we still here? 5 gold pieces. Let's just go to bed. Dit is wel jammer. I was so sure this was it. I had this feeling like we weren't going to be stuck in Old Town anymore. Oh, the hunt. Why didn't the box take us with it? That's sad. Omdat we de hond mee moeten nemen. I'm sure I didn't wish for you. All right, fine. Welcome to our little paradise. Come on, Sparrow. Go to bed. Mag ik hier slapen? Mag hier slapen? Zo, klinkt lekker vals. Dan heb ik het niet over Sarah, voor de duidelijkheid. Right, ja, ja. There's a nice, Reinie, thanks for the follow. Dog. Quiet boy. What do you want? I work for Lord Lucian, miss. And he would very much like to see you in his castle. I've been sent to collect you. Oh, sorry. It did work. Our wish came true. We moeten ook nog verder met Cameo. Come on, little Sparrow. Wake up. Nou, er zit heel iets in mijn oog. It's alright, Dobby. We're going to Lord Lucian's castle. In mijn lens, waarschijnlijk. I'll come back for you. Moet iets minder smerig zijn met mijn lens. Ik zeg dit echt iedere stream. Het is weer stond in mijn oog. Ja. We gaan gewoon. Oh, dat is best wel ver. Je spreekt toch gewoon uit als Cameo? Ik heb de laatste tijd best wel veel games afgemaakt. Windbeker, die piratengame, Monkey Island. Little Nightmares. Hyrule Warriors. Conker's Bad Fur Day. Young lady. Ik vind het eigenlijk wel meevallen. If you'd follow me, please. Echt wel, Zelda hebben we afgemaakt. Twilight Princess gaan we nog afmaken. Dat heb ik gezegd. It's even more beautiful than I imagined. It is quite wonderful, isn't it? Ik zit wel echt meteen in de sfeer en het verhaal van dit spel. Dat heb ik niet zo snel. A man of few words. Where is the Grand Dining Hall? Oh, in the North Wing. Lord Lucian hasn't been in there since. Snap ik hoor, het is ook best wel laat al. Since the tragic deaths of Lady Fairfax and Little Amelia. Oh, I heard. That was so awful.
Yes, he, ja, de streams staan nog online, Cor. Die hebben we. Dit was de eerste Xbox stream die we deden. Conker's Bad Fur Day, maar er komt binnenkort een video van online. Op mijn YouTube kanaal. What does he research? Als Saar dus leg daar lenzen blijft schoonmaken, hebben we in ieder geval de eerste blinde streamster van Nederland. Blijf gewoon streamen dat toch. Kuur gewoon iemand in die de chat verwobbel heeft. Ik heb een jeuk aan mijn boep. Yes, yes. Nu niet meer. I believe Lord Lucian heard about that. We bought a piece of snap ik best op, slaap lekker. Now we're here. Well, dan blijf wonderful. Ik met de gouden ouwe over mijn papi en met senior. Address him as my lord, speak only when spoken to. Yes, sir. Ja, ik ben ook helemaal into Zelda. Ik denk dat, onze gamesmaak wel in lijn ligt, Oxy. Ik vind het ook wel leuk gaan vinden. Mag ik naar binnen? Here we are. Yes. Lord Lucian, the children are here. Als de sfeer in het spel in zo'n game goed is, dan vind ik het al gauw heel vet. Children, it's come to my attention that you have some sort of magic box. May I see it? It vanished, my lord. We were winding it up and we made a wish and then it started to glow and it disappeared. After you used it? Yes, my lord. The man who sold it to us said it was magic. The box is of no interest to me. What's remarkable? Is that you were able to use it. What was your wish? Oh. Oh, help. Well, speak up. What did you wish for? To live in a castle. Like this one. Perhaps that could be arranged. Oh, mag ik hier wonen? I'm working on I'm working on something wonderful. For which I need individuals with particular talents. Let us find out if you possess them. Would you kindly stand in the circle, please? I promise it won't hurt you. Oh, help. Ik vind dit verdacht. Ik weet niet of ze in de cirkel moet gaan staan. What's that? Nothing to worry about. Moet ik er ook op staan? Go on, stand in the circle. Ik wil niet. It's all right, little sparrow. Don't be afraid. It doesn't hurt. Dat weet je niet, Chickie. Je hebt nog nooit op deze cirkel gestaan. It's true. Your blood. You are heroes. I know. Heroes? You mean like in the old stories? Zo. What are you? Wait. There was something here. There was... What's that like? Waarom is het rood? Ga eraf, dit kan niet goed zijn, echt hoor. One of you is the fourth. What's happening? Oh nee! This isn't what I wanted. But nothing must stand in my way. What the fuck? Ik kan ook niet van de cirkel af. Ik ga niet goed op dit spel. We zijn pas net bezig. I'm sorry. Nou, leuk. Dat was niet leuk. Nee! Mooie filmpjes wel. Jurion, jij bent net als de zon. Waar ik niet zonder kon. Dat was wel 15k, misschien moet ik meer mijn best doen. Oh, een echte held kan dit soort sprongen gewoon overleven. The end.
Dit was het. Maar waarom werd hij nou rood? Brian, ik vind je zo fijn dat jij jezelf kan zijn in de chat. Heb ik de grootste pret. Rekketetet. Ga maar naar bed. De hele community die op je let. In je slaap. Met een gaap. The girl awoke to a familiar face watching over a strange bed. Dit was She reached out for the comfort of the dog's warm fur, ready to take her first steps in a new life. 10 winters blanketed Albion. 10 summers filled the air with the sounds of insects and laughter. With time, the girl's pain turned to strength. Her grief became will. A will to change the world and to avenge the death that still haunted her every dream. Oh, wat een leuk rokje hebben aan. There you are. Dat zou ik best dragen. Friend too. Many years ago I promised I would help you avenge your sister's death. That day has come. Today en we hebben nog de you hond. Leave the safety of this camp and seek out Lucien. The journey will not be easy. Okay. There's a chest near your caravan. Fine. Dit pakken. Oh, andere kant op. Ja, Fable 1, maar dit is toch Fable 2? Volgens mij staat die niet op Xbox Game Pass. Of heb ik dit fout? Anders had ik dit wel eerder gespeeld, toch? Ja, in ieder geval niet Xbox Game Pass voor de PC. Laat ik het daarop houden. Het zal wel voor gewoon voor Xbox daadwerkelijk zijn. Hier beneden was die kist, toch? Is it just me? Oh, hier. Hier was het. Kijk, dit is mijn caravan, jongens. Vet mooi ingericht ook. Ja, inderdaad alleen voor Xbox vandaar. Ik heb hier gewoon het fysieke spel liggen. Someone has just tried flirting with you if you're interested. Oh, ik kan met iemand flirten. Dat wil ik. Oké, okay, use. Maar ben ik niet. Zo. Wacht, is het deze guy? Hoe weet ik wie er met mij aan het flirten was? Great adventurer one day, Sparrow. Is het deze dude? Oké, okay, als ik ga trouwen, dan wordt dit ook mijn. Ik wil niet flirten, ik wil gewoon een lakensbro. Was het? Gebeurt het niet hier? Oh, nu wordt het uitgelegd. Oh, oh, sorry! Pardon! Dat was eigenlijk niet wat ik wilde. Kan ik dit nog terugdraaien? Vindt ze dat wel leuk? Oh, wacht. Ja, ik ging even brullen. Nee, ik wil haar niet hoor. Wacht, is die vrouw niet ook al gewoon zwanger? Ik wil geen kind. You know it.
Good job. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Great stuff. This villager is attracted to you. You can use flirty fun and social expressions to make them like you, maybe even marry you. Kan ik ook scheiden en dan weer een andere dude fixen? Hallo, ik weet niet hoeveel mensen we nog tegenkomen in deze game. Ik ga even kijken of ik de prut uit mijn ogen kan halen. Oké, er zat wel echt een hele wit sliert op mijn lens. Ik weet niet wat het is, maar... Dat was vies. Oh, ze is niet zwanger. Dan was het echt... Dat was dan wel echt body... Body shaming wat ik daar deed. Not bad. Kijk, ik ga nu mijn spieren laten zien aan hem. Like it. Oeh. Yes, I liked it. Good stuff. You can tell from looking at her she's a good sort. Dit gaat heel goed in. Oh, you're such a charmer. Oh, ga ik nu. Hij vindt het grappig als ik een scheet laat. Funny stuff. What is that stench in the air? Ibru, dankjewel voor die follow ook trouwens. Zij vond het volgens mij niet grappig. If you spruced yourself up a bit, just a bit. Hij vindt het allemaal leuk. Oh, that's an unusual fighting style. Kan ik hem niet een cadeautje geven? Oh nee, ik ga mijn spullen niet geven. Oh wacht, ik kan die hond kussen. Wacht even. Wacht, ik zag heel even dat ik die hond kon kussen. Ga even... Dude, ik moet jou helemaal niet. It's a lie. Ik wil die hond kussen. Hond, doggo. Doggo, please. Ach, kom, doggo. Kom. Ik wil die dog... Waarom mag dat nou niet? That's what I like to see. Nou, ik mag alleen nog maar met die vent. Eerst een halve flirt en dan... Ik moet jou eigenlijk niet. Ik moet hem ook eigenlijk niet. Want dit is... Ik denk dat er knappere... Besef even hoe hij eruit ziet ook. Nou ja, het innerlijk doet ook wat, maar... Zijn ogen, jongen. Hij is helemaal verliefd op mij. Look at you go. Not bad at all. I like that. Kijk, hij wil bijna... Hij wil echt bijna trouwen. Yeah, good. Nou, hij moest wel lachen om een scheet, dat is waar. I can't wow. Believe how great everything ik wil right deze now. Man. Kijk wat voor snor hij heeft. Ik wil echt met deze man trouwen. Wow. Kan ik hem nog fixen? Are you chilly? Ik wil deze man. So, did you get dit is de man waar we voor gaan. Oh, kan ik ook gewoon drie mensen tegelijkertijd nemen? Want ze gaan allemaal. Kijk, hij wil al bijna wat, maar ik ga nog een scheet laten. Saar neukt heel dat door. Kijk al die mensen. Ik wil die man met die snor. We gaan... We aimen op die man met die snor, dat was wel echt super grappig. Nice. That's an unusual fighting style. Really quite wonderful. That's well done. Very good. Well, how about that? Not bad at all. I like that. That's what I like to see. Just wonderful. Gaat zo goed dit. Very nice. Bad at all. Oké, hoe ver is hij nu dan? Ik ga voor die man met die snor, hè.
Oh, die wil me ook al bijna. Brilliant. Laat nog even mijn spieren zien. Oh, that's nice. Je kunt ook een orgie houden in deze game. Echt? Dan nemen we gewoon hem en die man met die snor. Sorry, wel een beetje een player. Kijk, ze willen hem allebei. Dit komt goed. Hi there, Sparrow. Ik wil alleen die vrouw er niet bij hebben. En de hond. This is just so very lovely and sweet. Oh, ze vinden hem allemaal heel leuk. I want to get close to you. Really close. Hoe is maar goed dat we dit om 12:30 spelen. We're going to need a ring to make this official. Oeh, dit ging snel. Ik liet gewoon een ruft en deze man wil trouwen. Ging het in real life maar zo? Oké, hoe werkt dit? Meer info. Ja, in de game wil ik er geen vrouw bij hebben, Maris. Ik wil namelijk deze man met deze snor. Stripclub in Minecraft is een probleem waar een heel dorp over je heen laat gaan. En Fable is een dikke prima. Hey, dat heb ik at least zelf in de hand. Set nickname. Adrian. We noemen hem... hij heeft een goede snor. We noemen hem... Snorra de storyteller. Hey, ik ga eerlijk zijn. Dat is een topnaam. Snorra. Oké. Hoe trouw ik met je, Snorra? Misschien is het ook goed om gewoon inhoudelijk het spel te gaan spelen. In plaats van een man met een snor te fixen. Ja, ik wil die hond koelen. Waarom doet hij dat niet? Ik heb alle Professor Layton games gespeeld, René. Ik ben een groot fan van Layton. Ik heb ook de film en de spin-off en alles heb ik gespeeld. Oh, zijn we al getrouwd? Gezien er nu... twee poppetjes boven hem staan. Yippie! Oh, that's well done. Look at you go. Kijk, dit gaat echt goed. Like it. Everything's wonderful. Not bad. Not bad at all. Kijk, ik kan niet meer verder. Mijn balkje kan niet meer verder. Not bad at all. I like that. Mals en makker, dankjewel voor je bits. Hij is helemaal verliefd. Very nice. It's not many people know how to be romantic. René, dankjewel voor die follow. I can't believe how great everything is right now. Oh, hij is helemaal in love. Oké, we gaan gewoon verder met het spel. Want ik weet niet hoe ik het voor de rest al moet regelen. Maar deze man, die houdt van mij. We moeten die kant op. Ja, ik weet niet hoe dat moet hoor. Kinderen maken. Now come with me. Tijd voor de serieuze zaken. Good luck. Oh, die poppetjes erboven zorgen ervoor dat mensen je followen. Maar dat wil ik niet. Waar slaat dat nou weer op, senior? Take this. Ik probeer gewoon alle mechanics van de game even uit. Artifact, the kind of which all heroes once carried. It will grant you access to places others cannot go. It will also allow me to talk to you when necessary. Now, look down towards the lake. The seal will allow you to interact. Oh, ik wil wel een toonpin. Much stronger. Metallica, waarschijnlijk wel, ja. We gaan geen harten breken, toch, Metallica?
Snap mensen die wel vrijgezel zijn. Doos van Pandora is mijn favoriet, René. Wat is jouw favoriet? Oh, die hond. Mijn gast. Are you kidding me? Volg je me helemaal het dorp uit? We hebben een stalker. Meen je deze? Ik wil van deze vent af. Dit zal je niet aankomen. Oké, we gaan het opgraven. You can't get engaged without a ring. Just saying. Deze man. Deze man. Just saying. Ik heb geen ring. Het spijt me. Stop met mij te volgen. Ah, het is zielig. Alle vrouwen bezitten toch de doos van Pandora? Is dat zo? Is dat zo, Cor? Oh, hij heeft nog wat gevonden. Ik moet zeggen, ik ga best wel goed op dit spel. En ik heb nog helemaal niks gedaan. Oh, ik wil de hond een kus geven. Nee, niet die man, die hond. I can't believe how great everything is right now. Niet de man, de hond. Ga even weg. Oké, diamantje. Heetveel, dankjewel voor die follow en voor die bits. Oké, let's go. Ik vind het ook heel leuk dat je een hond bij je hebt. Als die... Ik wou net zeggen, als die man het water ingaat, dan word ik knetter. Maar hij doet het niet. We gaan niet mee het water in. Kun je Snorra niet laten verzuipen? Hij heet ook gewoon nog Adrian. Ik had verwacht dat hij gewoon zijn naam ging veranderen. Ik hoef geen handboeien in de postbus hoor, Brian. Hij wil zijn snor niet nat hebben. Vraag me af of we hier terugkomen dat Snorra daar nog staat. Nee! 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 Nee, wat heb ik mezelf aangedaan in dit spel? Snorra is ineens overal. Waarom is Snorra ineens een domme? Deze man. Don't be alarmed. I'm speaking to you through the guild seal. You will need to jump into that hole to continue. Oké, ik denk pas dat Snorra hier niet meegaat. Ik wil afscheid van je nemen, Snorra. Bedankt voor alles. Bedankt. Er is een tijd voor komen en een tijd voor gaan. Zo. Goeie duik. We hebben de hond. Snorra gaat niet mee. We zijn van hem af. Oh, dat is zwaar. Hoppa. Au, ik heb niet zo heel veel leven. En nu kan ik Snorra's hulp wel gebruiken, maar dan is hij nergens te bekennen. Those green orbs hold the knowledge and experience of the creatures that you kill.
Oké. Is hier nog meer te vinden? Oh, treasure. Zeker weten, een key. Info. Oké, we moeten keys verzamelen. Oh, oh, oh. Kan die hond niet ook bijten? You'll have to shoot the switch to go any further. Oké. Bij deze. Hey, ik heb een bot voor je. Kan ik niet voor de hond oppakken? Wacht, we hebben toch gewoon die XP. Als je, wat moet je nog doen als je ze verslaat dan? Cor? Oh, dan ben ik nu al te laat. Dan heb ik heel veel XP al gemist. Nou, ik denk niet dat het heel erg uitmaakt voor nu nog. Oh. Oh, hey, hier kan ik... Doggo. Aww, kijk, dit is cute. Kijk, dit is leuk! Waarom kan dit niet in meer games? Kijk hoe cute. En brengt hem ook gewoon terug. Dat is zo cute. Nog een keer. Heel. Ho. Oh. Oh, en nu moet ik... Ah, maar dat had ik net niet gedaan en nu is het weg. Niet dat ik heel veel al heb gepakt. Oké. Ja, ik heb nog maar een paar insecten verslagen, dus op zich... Ik vind het wel leuk dat je dat hondje met een balletje kan gooien ook en zo. Dit zou dus eigenlijk echt een remake moeten geven. Ik zit ook echt bij Xbox Game Pass en ik heb het echt voor 15 euro fysieke versie gekocht. RIP 14 euro. Aan de andere kant. Ik vind het altijd wel leuk om fysieke... Oh, pardon. Oh. Ja, want Fable 3 schijnt helemaal niet zo leuk te zijn als deel 2. Heb ik begrepen. Dat is dan ook weer een beetje zo'n natte scheet. Er komt een nieuwe Fable. Dat heb ik inderdaad vernomen. Ja, ik heb hem tweedehands gekocht. Er is zo'n site waar je allemaal tweedehands Xbox games kunt kopen. En dan gaan ze hem ook weer opnieuw die disc voor je helemaal... hoe noem je dat? Polijzen of zo?
Ik vond deel 1 ook wel echt even een beetje te verouderd hoor. Ik vind dit al leuker dan... Dan deel 1. Those green orbs hold the knowledge and experience of the creatures that you kill. Oh shit, ik was te laat. Want wat is dit? Oh nee. Wat is dit? Oh! Oh nee, dat hoeft van mij niet. Deze mag. Hey. Is dat richting de hond? Ik heb wel heel veel van die interactiedingetjes. Shoot! Slaap lekker, Mart. Super leuk dat je er was. Oh. Er zit wel leuke muziek in deel 1. Hey, Joelle. Deel 1 was een juweeltje van zijn tijd. Dus alleen nu wel gewoon echt. Voelt nu wel echt oud aan. Als dit al oud voelt. En je hebt in deel 1 niet zo'n leuke hond. De hond doet wat met me. Beyond these broken doors lies the hero's guild. Snorra zat ook niet in deel 1. For centuries, this academy trained the most supremely gifted sons and daughters of Albion. Bound together by the blood that flowed in their veins. Once worshipped by the people of Albion, the great heroes came to be feared and hated. No man alive today remembers the night the guild burned, and now it lies forgotten. Your blood is awakening. So. You can now channel the experience you have collected into strength, skill, or will. Strength improves combat with hand-to-hand weapons. Ik vond het... Skill allows you to shoot faster and with greater accuracy. Will gives you control over the forces of magic. Okay. Before you is a colorless gate. It reacts to the will of one who seeks to use it. You have not been able to use will yet, but the simple act of reaching this place has given you will experience. You need to learn a will ability to activate the Cullis Gate. Okay. Okay, okay. Now use the knowledge you have gained so far to better yourself in strength, skill, and will. Okay. Strength. Brutal styles unlock special moves. Xander, dankjewel voor die raid, joh. Hoe was je stream? We zijn hier net aan Fable begonnen. Blokken, dat is op zich wel. Oké, dat is op zich wel handig. The stronger your physique. The more damage you will cause with close combat weapons. Daar heb ik niet genoeg voor. A tougher hero is able to withstand more damage. Niet genoeg brutal voor. Styles unlock special moves for use in close combat. Skill. Dextrous styles unlock. We hebben lekker gewarzoond met Dennis, Rens, Yul en Maris. Jeetje, fighter. Lekker joh. Ik heb ook met Yul gegamed. Ik heb ook met Yultje gegamed vandaag. Hier heb ik ook niet genoeg voor. Wil. Oké, voor de mensen die net binnenkomen. Shock, we hebben net een man met een grote snor gefixt. En die stalkt me nu een klein beetje omdat ik met hem geflirt heb in de game.
En nu leren we net even de mechanics van het spel. Dus op zich... Hier heb ik ook allemaal niet genoeg voor. Oh, hier heb ik genoeg voor. Inferno calls forth magical flames to scorch and burn your foes. Oh, dat vind ik vet. De rest is allemaal te duur. Oh, deze is niet te duur. Nee, dat vind ik. Force push sends a blast of energy towards your enemies. Vetter hoor. Hurling them into nearby objects. It is very effective in confined spaces. Inferno. Inferno calls forth magical flames to scorch and burn your foes. Toppie. Hey, ik was nog niet klaar. Wacht even. Excellent. Can you feel the power coursing through you? It is only the beginning. Okay. Use your will ability to hit the flit switch and power up the gate. Abilities. Wat is die speldetector dan? En ik kan ook mijn kleding aanpassen. Nee, ik wil niet naar mijn logboek. Ik wil dit. Sarah hoofd dat weer op serieus een game. Kijk, outfits jongens. No clothes. Kan dat gewoon? Wajo! Kan ik gewoon heel de game zo spelen? Dat is wel echt één grote meme als je het zo speelt. Wat is dit? Oké, nee, ik doe wel gewoon wat aan. Anders worden we straks geband van Twitch. Hier moet echt een remaster van komen. Want je kan allemaal dingen die je normaal... Pauperblues. Pauperblues. Je kan ook gewoon zeggen, nou, upper body wel naakt. Nee, ik wil dan toch wel die pauperblues aan. Hands. Ik heb geen feet. Ik wil niet die lelijke uks. Pauperboots. Alles pauper. We hebben niet zoveel. Once activated, it will allow you to travel back to Bower Lake. Hey, hier is nog een kistje. Ga niet weg zonder dat. Go to www.fable2.com. On how to. Wat is dit nou weer? Ik wil gewoon dit kistje openmaken en dan wordt er gezegd, ja, ga even naar fable2.com. Dit kun je niet openmaken. Bro! Ja, dat weet ik ook, Mickey. Dat weet ik ook wel. Nou, dat kistje mag niet open, want dan moet ik naar fable2.com. Ik ga niet naar fable2.com. Now you are ready to begin your journey. Use the Cullis Gate. De website bestaat ook echt niet meer. Oh, je moet ook eten om jezelf te healen. Oh, maar dan kun je ook dikker worden. Watch your waistline if you want to stay attractive for other villagers. Wat een use your newfound body shaming hier. Oké, okay, nieuwe mensen. Dit is mijn boyfriend. Het is een beetje donker hier, maar hij heeft een tandhoedikke snor. Auw. Ik wil niet. Show mercy. Oh, ik moet het wel oppakken. Please. Pak alles op, Sar. Make your way to Bowerstone. I will meet you there. Wat donker hier. Oké, Snorra. Je kan ook gewoon naar huis gaan. Je hoeft me niet heel de tijd te volgen, Snorra. Ik wil alleen met mijn hond zijn. Wat voor nut heeft Snorra? Ja, hij doet ook niet vechten of zo voor me. Hij wil alleen
vies doen. Meer wilt hij niet. Snorra denkt, fuck die Avenger. Hij wil vooral zijn beefyworst. In mij. Dat is een beetje het probleem van Snorra. En daar komen we niet vanaf. Kijk. Hij doet er alles voor. Zelfs als ik een tempel inga. Hij denkt, no. Ik ga gewoon mee. Oh. Wat heb je gevonden? Wat heb je gevonden, Doggo? Dikspot. I'm sure you'll be a great adventure. Je kan Snorra ook laten involuwen voordat hij doodgaat. Aan de andere kant, je kan hem ook sacrificen. Dus we kunnen later Snorra, we kunnen nog de keuze maken om. Houdt hij nog van mij? Night, you'll see a ghost. It's true. Oh joh. Don't you just want to burst into song and start dancing? Snorra, hou je bek. Snorra, we gaan je opofferen later. Snorra gewoon even het overblok. Mag ik een Snorra in de chat? Een dik spot. Oh! Deze game blijft mij verbazen ook gewoon. Echt. Sowieso heeft Snorra dit hier in de grond gelegd. Ik weet het zeker. Dit is geen toeval. Snorra, je kan het ook gewoon zeggen tegen me. Waarom ligt hier een condoom in de grond? Ik heb nog nooit iemand gehad die zo goed is voorbereid. Waarom zou je condoom ook echt begraven? Het ziet er zo onschuldig uit. Die hond die vindt van alles, hè. Besef dat die hond gewoon een condoom voor mij heeft gevonden. Die hond wil gewoon dat ik dit doe. Maar we neuken hem gewoon en dan offeren we hem. Dit is niet hoe ik ben in real life. Dit is wat Fable met me doet. Of we bedrijven de liefde op het offerblok. Dat zou ook kunnen. Maar hoe werkt dat dan? Want ik heb dan nu een condoom in mijn tas zitten. Van... Ja, van... Ja. Ik kan er verder nu even niks mee. Onze Leo heeft zojuist 1000 uur bereikt aan kijktijd. Leo, that's insane. Bedankt voor je trouwe support. Het kwam er behoorlijk naturel uit. Shit, papi. Nou, maar los van alle rariteiten. Het is wel... Een leuk spel. The road to Bearstone is closed due to the bandit activity. I'm afraid that as long as the bandit Thag is alive, the road stays closed. If you're in an hurry, like, you could always take care of Thag yourself. Yeah, I am. So, the road to Bearstone is closed. Yeah, that's a problem. It would seem Thag has been capturing traders on their way to the Bower Lake camp. He is a danger to all, must be dealt with. With your new power, you should be able to defeat him and his gang. Okay. And continue your quest. No doubt they are at his camp near Bower Lake. Ik ben wel benieuwd hoe dit verder gaat allemaal. Waar het spel naartoe gaat. Ik
bedoel, als je in ongeveer het eerste uur van de game al een condoom uit de grond trekt. Dat is wel veelbelovend. Keep your wits about you. It may be a trap. Look out! It's an ambush! Oké, okay, kan ik ook met vuur? Ik kan het ook met vuur gewoon kapot maken. Oh, you're okay. Oh, je moet het even. Waarom pakt hij het niet? Those green orbs hold the knowledge and experience of the creatures. Hij pakte het niet, terwijl ik wel die knop indrukte. Of ik ben te langzaam. Slaap lekker, Tuur. Ik vind het niet meer eenmaal van deze tijd dat je er een knop voor moet indrukken. Ik wil dat het gewoon automatisch erbij gaat. Lekker bezig, Doggo. Hier kan ik niet. Ik wil dat vuur, die vuuraanval wil ik doen. Trouwens ook even 7. Kan ik niet die vuur, hoe doe ik dat? Let me check. Staat het er niet bij? Inferno. Oh, dat doe je met... met je... Nee. De hond staat voor de deur. Zo! No one defies Thag the Impatient. I'll gut you myself. Ja, hoe doe je dat vuur? I'll give you 3 seconds to get ready. Four. No, wait, 2. Oh, sorry. Staat er niet bij? Ik wil hem eigenlijk gewoon in vlammen zetten. Hij trapt inderdaad mijn hond. Daar ben ik niet van gecharmeerd. Oh, lucky shot. Oh. Ja, er staat wel. Kijk. Ja, dat is een hele goede vraag. Oh, zo. Was dit niet magica of zo? Niet het idee dat hij iets doet voor hem. Ik krijg wel. Kijk, ik wil dit oppakken. Pak het. Let's see what you look like in. Ja, ik kan die orbs niet pakken als die. Kijk zo. Ja, hij zit op. Ja, hij zit op B. You are now famous. Had het niet door. Yes, ik heb zijn hoofd. GG. Geek Squeak, thanks for the follow. Well done. I will tell the guards of Thag's death. With a threat removed. Ik wil dit pakken. The road to Bowerstone can reopen. Pak dit. Er was een zieke vertraging in het oppakken van die orb. It's in a chest. Kijk die chest.
Ga naar www.fable2.com. Kie. Biefje. Moneybag. Met 300 coins. Dat is nice. En een boekje. Snorro. Blood spattered on me all the way over here. We kunnen deze mensen bevrijden. Gaan we dat doen? Slaves belong to me. I paid for them. Nein. Look, I don't want any trouble. Give the key to me and I'll make it worth your while. No, don't listen to him. Shut up. Maar hij lijkt op die man waarmee ik eerst flirtte. I said shut it. I'm not gonna tell you again. So, what do you say, stranger? Hoppa. Feel like getting a little richer today? Yes. Thank you so much. No problem. I don't get a thing. You did that. We're free. Free to wander the paths and byways of the land. Wat is er met de hond? Oh, de hond is. Oh, wat is er met de hond? Nee. What's the word I want, Reg? I don't know. And it's Regina. Right, I'm going now. Thanks again. Yes, thanks. Ik wil even die hond helpen. You just turned. Altijd leuk dat mensen overtuigd worden van de stream om ook te gaan spelen. Nice. Ik voel het ook wel met af te maken. Ik vind het wel leuk. Ik moet even die... Kom. Ga je healen? Oh, ik moet... Oh nee, hij zit Snorro aan te vallen. Nee. Het is wel... Het is mijn stalker. Ik moet nog offeren, bro. Meet me in Bowerstone Market by the clock tower. There is something you must see. Heb ik me geheeld? Nou, volgens mij is hij geheeld. Volgens mij is de doggo geheeld. Let's go that way. Stiekem wil Papi gewoon de orgie in het dorp meemaken. I'm sure you'll be a great adventurer one day, Sparrow. Arme Snorro werd aangevallen. Kan dit trouwens ook kapot, dit soort dingen? Ja. Oh. Komt niks uit. That's what I like to see. Dat is toch geen geheim? Hugo, dankjewel voor die raid. Wel trusten, lieve Esmee. Esmee, we hebben net een condoom opgegraven in dit spel. Wat vind je daarvan? Zo vlak voordat je naar bed gaat. That's insane, right? 10 out of 10. Ben je confused? Ik ben ook confused door dit spel. Hey Roytijd, hoe is het? 15 subs erbij, wat zijn jullie lekker bezig. Jongens, horen jullie dat? Er zijn gewoon 15 subs daarbij gekomen. Terwijl wij hier een condoom uit de grond graven. Ik durf nooit op linkjes. Kan iemand op dat linkje klikken? Ik durf nooit op linkjes te klikken. Soms krijg ik een virus. Is het een prank? Nee, dat dacht ik al. Ja, we hebben net een condoom uit de grond gegraven. Kijk, ik heb deze man, heb ik geflirt en nu stalkt hij mij. Hij blijft me achtervolgen. En ineens was er een spot waar die hond op afging. En toen ging ik graven en toen kwam er een condoom uit de grond. Trapte er wel in. Sad. Ah, jij klikte er voor mij op, Tynt. Omdat ik zei, kan iemand er even op klikken. Eigenlijk technisch gezien zei ik, jongens, ik wil geen virus. Kan iemand anders zijn pc even opofferen?
Oh, het was een rickroll. Nee, eigenlijk als het niet goed zit, niet erop klikken, jongens. Hé, dit is een kistje. En hij kon open. Ik had genoeg keys, blijkbaar. Boekie. Animal lover. Dog trainer. Oké. Okay. Use this book to teach your dog how to hop like a bunny. Dat heb ik altijd al gewild. Oké. What about going over there? Hoe kan ik dat... Oh, hij gaat op zijn rug liggen. Die hond is echt very cute. En kan ik die... Die hond... Shit, vet. Ik at iets. Kijk, ik wil die hond wat leren. Kijk. Volgens mij heb ik het hem geleerd. Toch? Ik heb het hem geleerd, volgens mij. Oh, Snorra vindt het ook leuk. De hond heeft nog geen naam. Heeft de hond een naam? We kunnen ook gewoon rennen. Let's go, doggo. Snorra kan vast niet rennen. Snorra vindt alles wat je doet leuk. Dat komt omdat ze heel veel met hem geflirt hebben. Apparently someone killed him. Jullie hadden trouwens die game, hoe heette die ook weer, die wij zo saai vonden, jongens. Die waren jullie toch aan het spelen, Turnyberry. Oxenfree waren jullie aan het spelen. Hebben jullie helemaal doorgespeeld? Want ik kwam er niet doorheen op stream. Ja, is het wel ziek? Ik kwam er echt niet doorheen. Ik ging dat toen in december streamen, maar we raakten ons geduld een beetje kwijt. Terwijl het wel een goed spel schijnt te zijn, maar ik vond het voor de streamen... Ik weet niet. Ik moet wel zeggen dat Snorra echt even zijn mond moet houden. Listen to this. A hero went to Bower Lake and gave the thang a belly. Spell is so random. That's all I've got so far, but maybe if I walk around Bowerstone with you, I'll get some inspiration. Ja, ja. Ik zie je vast nog een keer terug. Oh, I just need a break. This is the Bower Bridge. Yeah. Nice and bridgy, don't you think? Zeker, Snorra. Hey. Some shopping. Oh, drinks trader. Cute doggo, eh? He's super cute. Hier moeten we zijn. I have bad news. I'm afraid I will be delayed for a while. In the meantime, you should buy some new equipment and prepare for the challenges ahead. But you'll need money. If you need money, there are jobs to be found. I believe the blacksmith has an opening. Okay. And here, hey kiddo. Is the town square. The very Laten we eens even kijken wat we hier allemaal kunnen doen. This is... Kan dingen kopen. Allemaal wat salade. Wat is dit? Not enough gold for ik heb niet genoeg geld hiervoor. Werk in games. Dat willen we niet. Game Master. Ik wil wel spelen hoor. The town square, home of a minstrel without compare. Well, I have been compared to the cry of wild. Oh nee, dit is zeker zo'n heel ingewikkeld spelletje in de game. Heb je bij The Witcher ook? Nee, het was niks voor mijn streamhuur. Hey Bartels. Tutorial, wat moet ik doen? Oké. Dit is typisch zoiets waar ik geen geduld voor heb.
Ik merk nu al dat ik geen geduld heb. Oké. Okay. Roll dice. Dan gaat die weg. Oké, dat snap ik nog. Ja. Oh shit. Ik ging er per ongeluk uit. Ik heb het hele tutorial geskipt. Ja, daar is toch ook een losse game van gekomen uiteindelijk, papi. Oké, ik bed hierop. Oké, dit is mijn bed hoor. Niet meer dan dit hoor. Ik snap geen reet van het spel. Ja, ik wil weer uit hoor. Ik heb helemaal niet te... What the fuck is dit? Je zit bijna op de 1 miljoen views op Twitch. Dat klopt. We moeten er nog 320 hebben. 1 miljoen. Ik besef dat niet zo goed. Kan ik er nog uit? Of moet ik dit nu afmaken? Ja, ik kan hier uit. Nee! Ik heb echt veel geld verloren. Ja, dit is te moeilijk hoor. Dit is ook hier zit het laat voor. Nekrova. Dankjewel voor je follow trouwens ook. Welkom. We spelen Fable 2. Wat kunnen we nog meer doen? Kunnen we hier naar boven? Ik heb maar 5,5 voor wiskunde, guys. Waarom gaat deze gast ook ineens mee? Ja, I know. Roland, shut up. Ik heb Zora al. Of Zora, ik bedoel Snorra. Roland, je bent fucking irritant. Here is a fellow with a fine set of lungs, the town crier. Doesn't oh, here. Tell people when it's time to go to bed, you know. He sells titles too. What is this? So anytime you fancy a change of name, pay him a visit. Let's see. Take a job. Hero decided to gain a new title. Would sound good in any recital. Oh shit, nee! Not like that. Ja, ik weet wat ik moet doen. Dit gaat goed. Who wants ranged weapons? You do. That's a blade, all right. Is dit mijn baan? Shit. Ik wil eigenlijk wel. Oh, oh, oh. 500 gold hebben. Up nicely. We've sold swords to all. Slaap lekker, huisfilosoof. Nogmaals bedankt voor je leuke kleding. Ik ben er echt super blij mee. Keep hitting it like that. Ja, ja, nou, ik vind dit wel weer genoeg hoor. Ik heb genoeg gewerkt. Oké. Okay. 16. Oh, ik kan ook promotie krijgen als ik verder ga. Ik moet het wel afmaken. Hé, hier kan ik een ring kopen. Voor Snorra. Dat is allemaal zo duur. Mood ring.
Cheap flowers. Erzin, wat zit jij nou ineens midden in om 10 over 1 te haten dat ik te weinig SMP speel? Melkchocolade, zou ik dat kopen? Dat is best wel duur ook, hè? Kijk deze ring. Ik wil die mood ring wel. Zal ik een mood ring kopen? Forever ring. Dat klinkt wel. Eternal love ring. Die is te duur. Zo, dit is duur. Krijg ik ooit zoveel? Misschien kunnen we dit beter nog niet kopen. Hé, hey, de hond heeft een dik spot gevonden. Ja, maar we gaan Snorra daarna gewoon offeren. Maar dan trouwen we nog wel met hem. Dan heeft hij een goed gevoel. Not petting you. Welkom Erzin, weet ik toch. Leuk dat je erbij bent. We spelen vandaag Fable. Hey, kan ik... Wacht. Oké, maar ze zien mij. Kunnen jullie even weggaan, zodat ik de kassa kan stelen? Dan zien ze mij permanent... Waarom volgt die Roland me ook? Ik heb nooit iets tegen hem gezegd. Ik kan die kassa niet stelen zo. Ik kan gewoon slapen. Oh, je kunt hier protected sex hebben. Oké, let's go. Really? I saw this loot in a shop and I bought it. Het duurt nog 53 seconden voordat Theresa komt. Lekker bezig, jongens. No, you're so wonderful. Wacht, we doen het nu wel met... Wacht, heb ik het nu per ongeluk met... Met die andere guy gedaan? Of met... My friends keep asking me why I haven't you got an engagement ring. Ik heb het volgens mij met Roland gedaan. I'll have to ask you to leave. Even Snorra toestaan kijken. This isn't a boarding house. I'm afraid you'll have to leave. Oké, nee, maar Snorra kijkt wel echt heel blij. Ik denk dat het met Snorra was. Out of my house now. If you go to Rookridge at night, you'll see a ghost. Still here. The guards will sort you out. Oké, we hebben het met Snorra gedaan. Nou, nu hebben we geen condoom meer. Surely the shops have nicer tops than that. Ik vond, ik dacht dat het niet meer aan Conker kon tippen. Ja, ja, I know, maar ik ben nog niet klaar hier. Ik wil nog even deze stad bekijken. Oh, dit kun je ook kopen. I'm taking you into custody. Wacht, ik deed niks. Who do you think you are anyway? Sorry. Ren weg. Nee, ik wilde eigenlijk niet uit de stad. Ik ben nog niet klaar hier. We did it, jongens! 1 miljoen! 1 miljoen views hebben we. Dat is super ziek. 1 miljoen. Woep woep. Zo midden in de nacht. Milli views. Lekker bezig, guys. Dank jullie wel. Ik zou het zelf nooit gehaald hebben. Komt door jullie. Ik ga terug de stad in. Ik vind het wel donker hier zo. Logisch, want het is avond, maar... Oh.
resisting your escape. You're nicked. Oké, ik geef hem wel gewoon wat hij wil. Zo, dat is duur. Dat doe ik nooit meer. 150 gold was dat. Zo. Ik wist niet dat het zo duur was, had ik hem beter kunnen klappen. Dankjewel, lieve papi. Oh, we hebben het alweer terug. Het lag hier gewoon in de grond. We hebben toch weer winst. Mannen moeten klappen. Hey, daar is Roland. Nee, ik ben blij dat ik van Roland af ben. Nou, daar kunnen we ook nog even heen. Ik zie zoveel shops dat ik niet zo goed weet wat het nut is van al die items. Oké, dat doen we ook maar later. Gaan we gewoon naar het midden van die map. Die vrouw legt vast nog wat dingen uit. Maar misschien had ik wel even armor moeten kopen. Gezien ik hier ook aan het blacksmithen was, kan ik niet gewoon... Ik heb nog steeds een pauper blues. Kijk, dit ziet niemand, toch? Kijk! Ja! Kijk, niemand zag dit. Kan ik dat nog een keer doen? Ik heb het geld gejat. I have been awaiting your return. Yeah, I know. I apologize for the delay. Wat is dit dan? God zag het. True that. Think about your life. All the places you've been, the people. Waar is Snorra? Echt hè? We hebben Snorra gedaan en vervolgens is hij meteen weg. Hij denkt, oh, ik heb mijn condoom gebruikt. Fag and his men, they had just as many. Ik ga hem inlijsten. Because of you. Weg, gone loose. Do you feel the weight of responsibility yet? Ja, tuurlijk. Your enthusiasm will have its uses, but mind it does not consume you. Come. The world is Snorra heeft gehad wat hij wou en nu is hij weer weg. Ja, Snorra is gewoon oprecht weg. But to really see the impact of your actions, you need look no further than Bowerstone. It has changed much since you lived here. Particularly Old Town, where you spent your childhood. Never forget that even the simplest choice can have far-reaching consequences. Enchanted Island. Snap ik. Ja, precies. We hebben hem gewoon gedaan. Hij is gewoon weggegaan. That is where Lucien is now. The tattered spire. Dat ziet er eng uit. The spire was intended as a conduit for all the magic in the world, granting the kingdom's ruler a power so great he could bend reality to his will. On the day it was completed, and the first wish made, a light bloomed inside, though its nature could not have been darker. Albion shattered. Ba-boom! Centuries of civilization were wiped out in moments, its people erased from existence. Some say that this was the first wish, an end to a hollow and corrupt world, and for a purer one to take its place. Duidelijke taal. And now the spire rises once again, by Lucien's hand. Dat is gevaarlijk. Lucien found documents which foretold the coming of one who would stop him using the spire. That is why your sister died. And that is why you will face him. Okay. The cards have shown me this. Here. Take a look. Take. Each of the three heroes you see in the cards is a step on the hidden path to Lucien's downfall. And the life force of heroes, will itself, is the Slaap key lekker to the spire's ik ga ook power. Zo stoppen hoor. Lucien's agents scour the land. Ik wilde het even introduceren, even kijken wat het is. En ik vind het leuk, dus we gaan er sowieso op een eerder tijdstip mee verder. Because you are the fourth, the one who will bring his downfall. I have seen a vision of a holy ritual in Oakfield. Salvation, though bittersweet,
is delivered by one of incredible strength. Speak to the abbot at the Temple of Light and see what you can learn of this pilgrim. The road to Oakfield will be dangerous. Oakfield is een nummer van Fable 1, dat weet ik wel. Dat vond ik een leuk nummer. Okay, kunnen die Fate Cards bekijken? Items. Ik heb volgens mij ook nieuwe kleding. Hey, ik heb ook... hier zo. Ik krijg veel spullen ineens. Dit misschien? Nee. En dat is zijn hoofd. Oh, ik kan dit in mijn huis hangen. Dan moet je heel even je stream refreshen, want dat hoor ik wel eens vaker, maar dat is gewoon Twitch die het niet lekker verwerkt, beast. Ik zie niet helemaal, zij heeft me die kaarten gegeven. Maar ik zie niet helemaal waar. Dan moet dat toch hier staan. Hier was ik net al. Zou je even 7. Ga dadelijk ook deze game en snorren hij bij mij saar. Ja, dit is wel echt zo'n lekker spelletje hoor. Die mee. Oh, die mage en zo, dat zijn de kaarten. Oh, dit kan je ook maar 18 dagen doen. Die blacksmith. Oh shit, er is ook een sale. Kan je ook fast travelen? Travel time 1 hour. Zo. Is ver dit ook? Abilities. Moet ik zo ook even checken. Wapens. Kleding. Ik heb ook nieuwe kleding. Slaap lekker, Joelle. FR en Elfilm, dank jullie wel voor jullie follows. Oh, ik heb een andere. Huh? Pauper skirt had ik al. Oh, feet, nieuwe schoenen. Nee, die had ik ook al. Wat een bullshit. Oké, nou, het zal wel. Even doorlopen. Ik wil eigenlijk wel naar die blacksmith. Weet iemand waar die blacksmith zit? Die heeft nu een discount. En ik weet niet waar zij zit. Slaap lekker ergens in. Stalls now opening for business. Top. Dat betekent dat ik naar de blacksmith kan. Staat het niet op... Top. Staat het niet op de map?
Ik wil gewoon een map van die town zien, ouwe. Zo'n mini-mappie. Welke bitch die verkoopt... Kijk, zij verkoopt ringen. Dat is mijn werk daar. Recht voor je. Pie Trader. Was het niet op die brug hier? Hey. Treasure. Weer zo. Waar dan? Waar dan, Doggo? Hier zo. Hier zo. Neem me mee. Joost, dankjewel voor dat suppie. 100 gold, dat is nog best veel. Joost, mag ik een kolk, flexje en depje voor Joost in de chat? Hey, wat stond daar? Nee, ik wil niet dat hij me gaat guiden. Fish trader. Meat trader. Potions, dat ziet er wel uit. Wat is dit? I'll be at the town square if you change your mind. Ja, dit moet het gewoon zijn. Maar hier staat... Oh, hier is die dude nu. Oh, ik heb wel geld van mijn eigen werkgever gejat. Kijk. Not you again. Kijk. Hoe weet ik wat mijn huidige... Hoe kan ik het vergelijken dan? Met mijn huidige wapen. Zodat ik weet dat het sterker is. Dat is even de vraag. Zo, dit kan ik niet. Oeh, dit kan ik niet kopen hoor. Dit wel. Maar of dit nou per se beter is dan wat ik al heb? Misschien vind ik ook wel gewoon wapens in het spel. Kan ik wel discount hebben, maar... ik geloof het allemaal wel. Oké. Wij moeten... Die kant op. Oh. You're nicked. Nee, maar dat is duur. Nee, ik ga dat niet betalen. Think you're winning? Tougher than you. Oké, ik ga rennen! Nobody hurts a guard and gets away with it. Hey, blacksmith! Je bent mijn werkgever. Het is niet wat het lijkt. Het is niet wat het lijkt. Check Fable2.com voor de leaderboard. Wacht maar tot de Demon Doors voor de lijpe shit. Ik vond dit al best heftig, deze stad.
konden wel veel dingen doen. Hey, ik loop nog even naar de plek van de quest. There's my girl. I know. I've got a lot to thank you for. Aww. When you gave me those arrest warrants, you ensured the financial future of this little corner. Zodat hij dat nog weet, dat is super lang geleden. And more importantly, yours truly. Me and my associates are the big wheels around here now. We got no problems with the law, seeing as there ain't any. Okay, dat is altijd handig, Arthur. After that tosser guard lost all them warrants, Lucien sacked him. It's been smooth sailing ever since. Especially since Lucien Scarpa to who knows where not long after. Speaking of the old days. Au, pijnlijk puntje. Whatever happened to that sister of yours? Such a sweet girl. Anyway, let's talk business, shall we? If you're short a few gold, there's a job I think might interest a girl like you. If you wander the alleys round here, you'll bump into a fella by the name of Mr. Blank, let's call him. He'll fill you in. Ja, dat hoe het met haar gaat. Dus hij weet niet dat ze dood is. Any donation will be appreciated. Oké, even. Ik wil graven. Think you sold yourself. Kettingje, hoppa. You won't last long in this tank. What are you doing? Ja, we hadden die warrants aan hem gegeven. Hé, hey, ik ben geen prostituee. Ik heb alleen maar met Snorra. Do a good deed. Give me gold. Oh, dat... Ja. Hallo. Hé, wat is... Oh, ik kan hier een tattoo laten zetten? You can have a discount, you can. Oei, joh. Deze game, er kwam zoveel in het spel. Ik ben nog niet klaar voor een tattoo. Thank you. That's just what I want. Oh ja, we gingen stoppen, hè? Ik ben zo lekker bezig hier. Dit moet echt een vooruitstrevend spel zijn geweest, ook voor die tijd. Yeah! Dit zeg je ook alleen maar omdat jij aan deze game gaat beginnen vannacht, Papi. We kunnen ook gewoon tegelijkertijd spelen. Oh, ik heb 5 keys nodig. Shit. Niet genoeg. Zo rustig, Antichrist. Die doet je naam eer aan. Nee, ik loop even naar de locatie waar we zijn moeten. Als je eenmaal veel geld hebt, kun je waarschijnlijk alles in dat dorp wel gewoon kopen. Nooit stoppen. Ja, we gaan zo wel stoppen. Ga denk ik nog even een serie kijken. Bandits. Oh, is er daar? Bandieten. Je kan ook echt exploren. Kijk, het zit er. Kistje ook. Ik vind het echt leuk. Oh, ik heb hier niet genoeg voor. Hoe onthoud ik dit? Kan ik geen markers op een map zetten of zo? Yeah! Je merkt dat het in bepaalde opzichten verouderd is, omdat je... Ik mis wat dingen. Ik ga Lupin of zo, ga ik kijken. Mijn ouders zeggen dat ik dat moet kijken, omdat ik dat leuk vind. Ah, oh, hello. This isn't what it looks like. Pak het! Ik heb het gewoon van hem gepakt.
Die hond vindt echt allemaal dingen. Het leek alsof hij wat vond. Hey. Waarom? Oeh! Oh shit. Bukken. Wait. Bandits. Charge them and you'll be outnumbered. Why not dispatch them from here with your crossbow? Remember. Ja, dat was zo een plan. Spend experience on skill. Improve your marksmanship. Oeh, oh. Ik heb ook geen potions gekocht, dat is niet heel handig. Die XP dus niet, hè? Omdat het niet naar me toe vliegt. Maar dit is echt zo'n spel waar wat ik echt uren kan spelen. Ik moet echt even kappen. Ik kan ook nog dingen vrij spelen. Dan gaan we even stoppen, want anders dan blijf ik doorgaan. blokken is sowieso. Moves for use in close combat. Oh, dit is ook wel heel chill. A tougher hero is able to withstand more damage before falling in battle. Ja, doe dat maar. Oké. Skill. Dexterous styles. The greater your accuracy. The more damage you will inflict with pistols, rifles and crossbows. Speed. Speed. Nee, dat hoeft even niet. En wil. Inferno calls forth magical flames to scorch and burn. Die hebben we al. We hebben maar 91, dus hier kunnen we niet zoveel mee. Save en quit. Jongens, wat vonden jullie ervan? Ik vond het echt leuk. Nienke, dankjewel voor je follow. Ik vond het echt heel leuk. Ik had eigenlijk een beetje zoiets van, we hebben nog Banjo en we hebben nog Cameo en that's it voor het Xbox-avontuur. Maar ik denk dat ik ook wel verder ga met Fable. Echt heel leuk. Had ik niet gedacht. Jongens, ik ga er een einde aan breien. Kunnen we nog iemand raiden? Heb ik heel nodig plassen ineens. Wow, ik schrik me dood. Wat gebeurt hier? Ik heb de game toch afgesloten. What the fuck? Waarom? Ik zit toch helemaal niet meer in het spel? Oh, er start gewoon één ziek. Zo, ik zie een ziek monster. Nee, ik wil eruit. Ik heb al 6 van de 66 prestaties. Zo, laat de game niet gaan. Ik zit ook gewoon op het grote scherm. Ik weet niet hoe ik op mijn Xbox die dingen uitzet. Een korte klik misschien. Oh, home. Ja, zo. Stekker uit de Xbox en klaar. Snorra staat dadelijk ook serieus voor de deur bij Saar.
Dat zou echt creepy zijn. Als er zo'n man met zijn snor voor mijn deur staat. In mijn dromen of zo. Ik ga jullie lekker doorgooien naar Pizza Koe. Die is Sea of Thieves aan het spelen. Als het goed is, even checken of hij dat nog steeds aan het doen is. Oh nee, die zit weer YouTube-filmpjes te kijken. Oké, dan gaan we iemand anders raiden. Bladeren. Ik vind het wel leuk om iemand te raiden die daadwerkelijk ook een gamepje aan het spelen is. Oké, Badmeester Mark is God of War aan het spelen. En dat is een knijtergoeie game. Wat heeft hij voor achtergrond? Hij heeft één zieke Luigi's Mansion 3 panel. Oké, we gaan hem raiden. Badmeester Mark. Meester Mark. Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik ben er morgen weer wel weer om een normale tijd. Ik ga deze week ook nog ergens in de middag live. Dat laat ik allemaal weten via Discord en via mijn Instagram. Sorry voor vandaag dat het zo laat was. Maar er staan wel leuke dingen op de planning. En wat ik mocht spelen was echt super tof. En ik weet zeker dat jullie het ook heel erg tof gaan vinden. Dus stay tuned. Ik zie jullie morgen weer. Een gloednieuwe stream. En dan zeg ik voor nu. Aju paraplu. Dankjewel voor het kijken. En begraaf geen condooms. Dat is niet handig. Doei doei.